Je bent bij Breda Nu. Zal ik het nog een keer zeggen? Ja, voor de, even stil. Komt voor de jingle. Vrienden in Breda, dit is een tip voor jullie. Ja, een tip. En onthoud hem goed. Wil jij op de hoogte blijven van de laatste verrichtingen van NAC? Dat kan. Donderdagavond van 8 tot 9 is er NAC Praat op Breda Nu. We bespreken actuele nieuwsitems en je krijgt de laatste informatie over NAC Breda. Godver, dat hebben wij in Pellenberg niet. NAC Praat wordt iedere week samengesteld en gepresenteerd door Marcel van S en Leon Dekkers. Technische ondersteuning verzorgd door Robert-Jan van het Veld en Sander Waasdorp. NAC Praat, jouw NAC nieuws. Elke donderdag op Breda Nu. NAC Praat wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda Nu is NAC Praat. Ja, 2 januari 2020. Oh, ben ik er ook zo in? Ja, 2020. Ja, 2020. Ja, is mag het niet? Het is gewoon 2020. Oké, 2020. Houden we die erin. 2020, welkom. En de beste mensen allemaal thuis ook. Dit is NAC Praat, we zijn er iedere week. Ja, we zijn er ook echt iedere week. Ja. Dus ook nu op 2 januari. Ja, ja, maar we zijn er. We slaan nooit over. We zijn er een beetje. Ik hou me even vast aan de tafel. Oh, ja. Dat zou ik niet doen. Die tafel die wiebelt ook. Nou jongens, hebben jullie het overleefd? Nou, ik hoorde net al een beetje van... Jawel. Niet helemaal. Jawel, ja, nou, we hebben het uiteindelijk overleefd. Alleen, ja... Ja. Nee. Dit programma had niet gisteravond moeten zijn. Nou, je weet misschien juist wel. Dan had ik een emmertje meegenomen. Ja. Ik heb vanochtend de bordjes maar opgeruimd en de ballonnen maar eens weggehaald. Want ik had ben er nou al klaar mee, zeg maar. Is er weinig fiducie om iets te doen? Niets. Nee, helemaal niets. Wat dag. En is dat maar zo'n kleine dan? Zo'n dag? Je moet gewoon zijn muil houden. Ja, nee, goed, maar... welkom. Ja. Hebben we een draaiboek trouwens? Ja, zeker. Echt waar? Ja, 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 maar Marcel is even verhinderd vanavond. Wat is hij eigenlijk doen? Is hij nog een dag aan bijkomen? Nou, het is nieuwjaarsreceptie nummer 3 van dit jaar. En, ja. Dat hebben we op draaiboek, mannen. Ik weet het niet, misschien. Nee, ik, weet Leon het? Nou, laten we eens kijken wat we hebben. We hebben geen brood meer in de kast. Dus we moeten zo meteen nou, ik heb doen, net vloeibare gezien. Hansel. Ja, zo vloeibaar hebben jullie wel. Ja. Klok, klok. Ja, ja. Lekker. Ik hou hem nog eventjes dicht. Ja, je durft nog niet. Nee, ik sta er nog niet voor in, zeg maar. Nee, brood staat niet in de kast. Maar wat hebben we wel in de kast? Ja, in ieder geval een radpol daarna. Want we moeten hebben we die wel? Ja, we moeten daarna nog eens gaan kijken wie dan die nieuwe trainer gaat worden. Want we zijn nog broodloos. En vredeloos. Het is een beetje rustig. Ja, we kunnen vanavond weer heel veel grappen maken. Dat is al duidelijk. Hè? Deze resultaten gaan niet naar de clubraad. We hebben heel dat veel. Wil ik bij deze vast wel even benadrukken. Ja. Die ook van de pol? Ja. Nee. En niet naar de clubraad. Ja. Maar daar hebben we het later verboden. Tenminste, wil ik het nog wel even over hebben. Ja, misschien. Ja. Maar we zijn dus wel. We hebben wel veel wijsheid, zeg maar. Hè? Want Willem Wijs heeft het nou het interim over met E-I-J. Gaan we misschien ook praten over wonderen? Wonderen? Ja, de wonderen zijn de wereld. Onderen. Wat ben je kaal van? Onderen. Met al een kutje. Ik ken die inderdaad. Ik ken die nog. Oh, jongens. Ik kan wat doos met ze. En ja, natuurlijk een ramvolletje grabbelton. Is het met... waar? Ja, want we zijn natuurlijk vandaag zijn ze allemaal vertrokken naar Portugal, trainingskamp. Ja, ik zag wat ongeïnteresseerde foto's van de kofferband. Ja, dat was zo. Waarschijnlijk een heel goede Netflix-film op het telefoontje. Dus, wat? Dat was allemaal... Wat voor film? Ze communiceren allemaal een pornofilm? Ook al staan ze meter Maar zulke dingen moet je niet op foto zetten. Maar is er dan iemand die heel geïnspireerd bij zo'n bagageband staat? Ja, ik sta ook wel meestal bij zo'n bagageband, maar ze staan mij nu op de foto te zetten. Precies, nee, maar dan moet je zo'n foto niet plaatsen. Ja, dan is dat niet met de foto. Dat kan toch niet, want ze zitten op een telefoon. Ja, maar dan, ze wachten op een bagage, jongen. Nou, hij zit op die band. Dus dat ding, dat draait niet, want er zit een vent op. Nee, hoor. Er is geen foto van. Hij zit er op die rand, joh. Oh, hij zit op de rand. Die randje. Wie zit daar niet eens op? Zit? Dat is onze Mazza. De Mazza? Onze Mazza. Dat is de Jetterman. Ja. Hey, we hebben nog een artiest van hem. Oh, zijn we al trouwens door het draaiboek heen? En nee, want we hebben ook een heel mooi lang interview met de nieuwe commercieel manager van NAC. Yes. Sander Meinheimer. Oh, die hebben we ook. Ja, en dat is wel leuk, want dat hebben we vorige week opgenomen in Café Tuinzicht. Dat was een mooie uitzending vorige week. Ja. Was leuk. Was echt een kerstuitzending vanuit de kerstbal, want het zag er niet uit, het beeld. Maar er was wel in beeld. Vanuit de kerstbal, dames en heren. Zo zien wij er nou uit ook. Nou, niet echt, maar voel je zo. Ik ben nog een haakje, man. Nee, nog een haakje. Nee, maar je voelt je misschien meer een kerstbal. Je rond. Ja. Je bent wel rond, ja. Rond. Zo. Pas net in de trui.
tonnetje. Pas nog maar net in met Roy. Ja. Ja, mensen. En we hebben ook een artiest van de maand, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Hebben we net 5 minuten geleden besloten. Hoppa. Nee, dat moet je nou niet vertellen, Leon. Zijn we zo voorbereid uit? Ja. Nee, die hebben we al een maand. Dit is al een week in beraad, jongens. Welk hebben we gekozen? Moeten we wel aanhouden de rest van de maand, hè? Dames en heren. AC/DC. Wakker worden. Wakker worden. Gitaar, dit is NAKPRAAT. Hakker.